pakken draagt en een beetje van die. dat vond ik wel wat hebben. Dat was een beetje het algemeen idee wat ik daar toen de tijd over had. Nu ben ik supply chain consultant of supply chain specialist. Wat inhoudt is dat je goederenstromen van bedrijven zo goed mogelijk gaat proberen in te richten. Dus van een katoen tot en met poen, zeg maar. Voor Flisco dan. Ja, het komt inderdaad een beetje neer. En over 15 jaar, ik denk dat ik wel heel algemeen daarin kan zijn, is dat ik wil gaan ondernemen in Afrika. En welk type onderneming, omdat ik zoveel dingen interessant vind, staat dat nu nog niet vast, maar dat komt vast wel goed. Prosper, wat wou je worden toen je 15 was en wat bent u over 15 jaar? Toen ik 15 jaar was, wilde ik president worden. over 15 jaar, ga ik dat worden. Maar ik heb een beetje de scope uitgebreid nu, dus het hoeft niet een president van een land, maar misschien een groot conglomeraat van bedrijven of waar. De president. Keitan. Ja. Hebt u bepaalde fouten gemaakt waarvan u hebt geleerd? Zaken gezien nu? Of? Ja, nee, gewoon leven, in uw leven. Wauw. je vervalt me een beetje, maar fouten gemaakt en van geleerd. Ja, natuurlijk, ik maak fouten als ik even over mijn onderneming heb. Ik heb heel vaak moeilijke gesprekken. Wat ik aan nee verkoop vind ik heel moeilijk aan klanten. Iets wat niet mogelijk is bijvoorbeeld. En ik heb altijd geleerd om heel direct met mensen te zijn en duidelijk te vertellen wat de mogelijkheden zijn en wat we wel of niet kunnen bereiken. Ik heb een tijdje gehad dat we de klant eigenlijk een beetje aan de lijn hadden gehouden, omdat we te graag de klant wilden helpen. Ik heb geleerd. Breng duidelijk in kaart wat zijn de mogelijkheden wat je wel of niet kan. Dat is eigenlijk het belangrijkste wat ik geleerd heb. Bedankt. Zijn er nog vragen in het publiek? Wat doen jullie eigenlijk om jullie zelf te motiveren als het even niet gaat? Kijk, als het echt niet gaat, dan aan het begin wat ik probeer te doen altijd is om even te slikken, zeg maar. Dus ik doe het gelijk met nee, het komt goed en nee, ik ga even op de bank Ben & Jerry's bar pakken en gewoon even gekloten voelen, zeg maar. Maar dan moet je, en dan gewoon gaan kijken van wat heb ik nou fout gedaan en hoe kan ik dat van leren. En dan vervolgens wel echt de lessen trekken, want ik geloof niet in fouten maken, maar ik geloof wel van als je niet van leert, dan was het wel een gemiste kans. Dus ik probeer op die manier voor mezelf te relativeren. Dus eerst gewoon echt voelen en daarna gewoon just start up again, weet je wel, en dan. Ik had een vraag over uitdagingen. Hoe ga je met uitdagingen om? Met je collega's, in je dagelijks leven en het feit dat jij een wereldburger bent. Voor welke uitdagingen in het leven ook staat, dat je altijd gewoon moet doorgaan. Doorzetten. Dat doen ondernemers ook. Die lopen ook altijd tegen risico's aan. En dan gaat het net niet zoals je wilt, maar als je dan heel creatief bent en dan tot een oplossing komt waardoor het dan wel weer lukt. En omdat je dan door hebt gezet, ben je daar gekomen waar je bent gekomen. En ikzelf, ik heb 5 jaar bij PwC gewerkt en dan in de consultancyhoek van PwC. Dan loop je best wel in een vrij witte wereldje. Je weet dus dan voor jezelf dat je dan extra soms je best moet doen om zeg maar status quo te staan, om gelijk te staan. Dat kan je alleen maar, één, je kan je ontmoedigen dat je denkt van, fuck it, sorry dat ik dat moet zeggen, maar excuses voor die woorden. Maar je kan dan ontmoedigd van raken, maar aan de andere kant, je kan ook zeggen van, oké, interessant, een uitdaging op zichzelf en ik ga nog meer doorzetten om daar te komen en het gaat me lukken. En dan kom je er ook wel. Ik had een bijeenkomst met ambtenaren, zeg maar, dus hoge ambtenaren, de DG en mensen die echt onder de minister zitten. En dat gebouw van IND en ik kom binnen en de receptionist zei tegen mij, naturalisatie, ander gebouw. Ik zei, nee, ik heb een afspraak. Oh, inburgering?
te worden. Dus op dat moment moet je ook gewoon lachen en gewoon doorgaan. Nou, hartstikke bedankt. Hartstikke bedankt voor jullie. Hebben wij een mooi strikje gemaakt door mama Melanie uit Den Haag. Benny, Benny Domme. We zijn blij om ook aan jou het certificaat uit te reiken. En voor de dames hebben wij een mooie ketting, alsjeblieft. Vanessa. Jou een mooi certificaat, alsjeblieft zo.